De samenleving is geconfronteerd met het overlijden van drie bekende personen. Arti Goree, ex-bevelhebber van het Nationaal Leger en lid van de groep van 16, is gisteravond na een lang ziekbed overleden. Goree was ook een van de verdachten van het 8 december proces. Tegen hem is een gevangenisstraf van 20 jaar geëist door het Openbaar Ministerie. Bij de laatste strafzitting kon hij vanwege ziekte niet aanwezig zijn. Vandaag hebben Romeo Wezenhagen en Gerold Fabus ook het tijdige met het eeuwige verwisseld. Wezenhagen was kapitein in het leger en de laatste jaren de eindredacteur van het STVS-journaal. Fabus was een van de grote programmamakers en een tv-icoon van Suriname. Het heengaan van deze drie persoonlijkheden kwam ondanks hun ziekbed toch als een verrassing voor velen.